iedereen en leuk je weer kijkt naar mijn kanaal Bokado Sims. Ik ben natuurlijk Bo. En vandaag ga ik weer een challenge doen, namelijk de geblinddoekte challenge in de Sims 4. En vandaag ga ik een huis maken met natuurlijk een blinddoek op. Ik heb al een keer een Sims poppetje gemaakt met een blinddoek op. Die video staat rechtsboven in beeld, die kan je dus ook bekijken als je dat leuk vindt. En vandaag ga ik een huis maken met een blinddoek op en oh my god, ik heb er wel zin in, maar het wordt heel moeilijk en waarschijnlijk ga ik zo hard falen. Maar goed, heb je nou nu al zin in deze video? Doe dan alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op dit kanaal? Doe dat dan nu door op het abonneerknopje te drukken hier beneden. En dan maak je mij heel erg blij. En ja, goed, laten we gaan beginnen. Oké, ik ben hier in de Sims 4. Ik heb alles al klaargezet. Ik kan zo gelijk beginnen met mijn muur. En ja, ik moet dan ook weer deuren natuurlijk gaan maken. De muur moet geschilderd worden. Er moet een vloer in komen, ramen, een dak. Ik wil even alvast zeggen, ik ben sowieso al niet goed in bouwen. Ik bouw nooit huizen. Ik heb het echt een paar keer gedaan volgens mij, maar ik kan het niet. Ik ben er niet goed in. Ik weet niet eens hoe ik een fatsoenlijk dak maak. Dus ja, dat wordt sowieso al helemaal niks. Ik ga mijn blinddoek opdoen. En nou, daar gaan we weer, jongens. Oh my god, ik zie niks. Oh, echt Bo dat je niks ziet. Oké, wacht. Zit ik in... Ja, ik kan gelijk beginnen met mijn muur. Oké. Ik ga gewoon... ik denk gewoon een vierkant maken. Zo. Zo, ik heb nu als het goed is een vierkant huis. Misschien zit er ergens een gat in de muur of zo. Ben ik een stukje vergeten? Geen idee. Goed, nu moet ik naar de deuren gaan. Maar hoe ga ik naar de deuren? Help, ik zie niks. Oké. Zijn dit deuren? De muziek is wel veranderd. Oh, ik kon wat kiezen. Ik denk dat ik een deur heb, maar ik weet het niet zeker. Oeh! Was dat een deur? Als het echt een serieuze deur is, ben ik zo gelukkig. Maar waarschijnlijk is het iets heel anders. Oké. Even kijken hoor. Kan ik nog... Waar zit ik met mijn muis? Ik hoor niks meer. Ik had net iets neergezet, maar nu kan ik niks meer neerzetten. Help. Oké, maar ik ga maar verder denk ik met de ramen of zo. Even kijken. Oh, ik heb er iets aangeklikt. En ik kan hier dingen kiezen. Oké, dit is top. Oh, dit kan niet, hoor ik. Oh. Ik hoor dat het niet kan. Oh. Ik heb nu iets neer... Wat zet ik allemaal neer, joh? Of wat ben ik aan het doen? Ik hoorde iets, maar ik weet niet precies wat. Oh my god. Oh, dit is zo erg. Oh, de muziek is heel erg veranderd. Oké, dat is goed nieuws, denk ik. Ik heb iets gekozen. Ik ga het gewoon neerzetten. En kijken wat er gebeurt. Oh, dat kan niet. Waarom kan ik dit niet neerzetten? Oh, het is gelukt. Wat het is, dat weet ik niet. Maar ik hoop een leuk raam of zo. Of een leuke deur. Of ik ga nu de muren schilderen. Dus ik moet eventjes helemaal rechtsonder. En dan hier, zoals het goed is, een beetje het menu. De muziek is veranderd, dat is goed nieuws. Is dit verf? Woe! Dit is geen verf. Dit is geen verf. Sowieso niet. Want ik kan heel wat niks doen. Dus dit is echt iets anders. Even kijken hoor. Ik zeg weer even kijken hoor. In mijn vorige video, waar ik dus geblinddoekt was, zei ik ook heel de tijd even kijken hoor. Maar ik kan helemaal niet kijken. Dus dat is heel stom. Goed. Ik heb geen idee wat ik nu in mijn hand heb. Ik kan ook helemaal niks doen. Ik probeer te kijken, maar ik kan niks zien. Oh, wacht. Ik hoorde iets, maar... Nu niet meer. Goed. Ik heb ergens op geklikt. Oh. Oh. Dit is sowieso een vloer of zo. Of een... Dit is sowieso iets van een vloer. Of het is verf. Als verf is ben ik zo blij. Want ik hoor de hele tijd... Hier, deed dat ploe. Dus het gaat de hele tijd op de muur, denk ik. Of op de vloer. Ik heb geen idee of ik al een vloer heb. Misschien heb ik hem geen vloer. Of dit is iets heel anders. Dat kan ook. Goed. Ik vind dit helemaal mooi zo. De muur is nu mooi roze, denk ik. Geen idee. Echt geen flauw idee. Goed, ik ga weer even helemaal rechts naar, of links naar onder. En ik klik gewoon ergens op. En ik klik hier ergens op. En ik zet het neer. Want ik weet niet wat ik aan het doen ben. Oké, dit heeft geen zin. Ik ga weer helemaal naar links onder. Ik klik weer ergens op. Oh, ik kan nu weer niks kiezen. Links onder. Ik wil dit. Wat is dit? Oeh, er werd iets neergezet. Is het een mooie boom? Oh, wat zijn het voor gekke geluidjes, joh. Ik heb geen idee wat voor geluidjes dit zijn. Oké, ik ga weer linksonder. Ben ik linksonder? Ja. Ik wil dit. Ben ik nog wel op mijn kavel? Kan ook dat ik helemaal aan de andere kant van de wereld zit. Maar... oh nee, ik ben wel op mijn kavel. Ik hoor het al. Oké, ik heb weer iets neergezet. Jongens, ik denk echt dat mijn huis best wel mooi is. Ik heb serieus best een goed gevoel over dat het mooi is. Ik denk, hoe ik het nu voor me zie, is dat ik dus gewoon een vierkant heb. Wat ik in het begin heb gemaakt. Voor mijn gevoel ging dat heel goed en recht. En wat ik denk is dat ik wel een deur erin heb gezet. Ik heb een klein beetje verf erop gedaan. Want ik heb niet heel de muur gedaan. Maar volgens mij heb ik wel op een paar stukjes wat gedaan. En ik denk dat ik ook wel een raam heb. Dat denk ik. Waarschijnlijk is dit helemaal niet waar. Maar goed, ik ga weer helemaal rechtsonder of linksonder bedoel ik. Waar is mijn menu? Waar is het menu? Help! Oh. Oké, ik heb weer iets. Oh, dit kan ik niet neerzetten, dus dit zal wel iets... ik heb geen idee wat het is. Ik kan het niet neerzetten. Oké. Wat is dit? Huh? Zijn dit meubels? Voor mij heb ik een meubel. Want het blijft maar neerzetten. Of... oh nee. Oh, dit is... oh. Dit is of verf of een vloer. Want ik kan het zo uitspreiden. Dus dit is één van de twee. Ik denk dat dit... ik heb geen idee. Ik denk een vloer, maar ik weet het niet zeker. Oké. Nee, ik wil terug naar het menu. Ik wil niet nog meer vloer of muur neerzetten. Of wat ik ook aan het neerzetten ben. Oeh, wow. Wat gebeurde hier? Ik hoorde een heel hard geluid. Maar goed. Nou, er staat iets. Oké, prima. De muziek is weer veranderd. Ik kan nergens op klikken alleen nu. Oh, jawel. Weer dat gekke geluidje dat... pieuw, pieuw. Wat is dat? Wat gebeurt er dan? Ik heb echt geen idee wat er gebeurt. Maar goed. Is mijn huis al een beetje mooi? Ik twijfel of die wel mooi is of dat ik nog door moet gaan. Misschien moet ik meubels neerzetten. Oké, hoe ga ik bij de meubels komen? Jongens, hoe ga ik bij de meubels komen? Ik heb geen flauw idee. Helemaal linksonder. Of zo. Even kijken. Waar... zit ik bij de meubels of... waar is mijn muis? Oké, even helemaal naar onder. Ja, ik heb iets. Waarom... Wat... oh. Wat is dit wat ik nou heb neergezet? Een stoel of zo? Of... ja, ik ben wel dingen aan het... oh, wacht. Ik ben nu toch iets aan het draaien. Dit is toch het draaigeluid dat ik een meubel draai? Ja, dan heb ik sowieso... ben ik nu in de meubels. Oké, dat is wel goed nieuws, want daar moest ik ook zijn. Oh, wacht. De muziek veranderde toch? Of niet? Ben ik nou helemaal gek? Nou, weet je, ik geef het op. Ik heb voor mijn gevoel heb ik meubels. Voor mijn gevoel heb ik ook een huis dat dicht is. Ik denk niet dat ik een dak heb. Ik denk wel dat ik een deur heb, een raam. En ja, meer. Ik heb geen idee wat ik ervan moet verwachten. Oké, ik ga het nu zien. 3, 2, 1... wow. Huh? Oh. Oh. Ik heb allemaal daken erin gezet. Oh my. Huh? Maar mijn muren zijn helemaal niet vierkant. Echt. Hoe kan ik hier zo schuin zijn gegaan? Voor mijn gevoel ging ik echt gewoon... maakte ik echt een rechte lijn. Maar het is gewoon helemaal fout gegaan. Hé, maar dit is cool trouwens. Dit balkonnetje of zo. Ik weet niet eens hoe ik dat in het echt maak. Ik heb geen idee hoe je zo'n rond balkonnetje maakt. Echt, ik heb geen flauw idee. Dus ik vind het heel cool dat ik dat gewoon met een blinddoek op heb gemaakt. Kijk, als dit huis nou in een mooie vorm was... en dit was zo de voorkant met een deur... ja, de deur is blijkbaar ook niet ingekomen... dan had ik hier gewoon een supercool balkonnetje. Hier, daar was het er van voor. Kijk, zo had het er dan best tof uitgezien. Maar er staan allemaal daken in. Ik heb wel echt een dikke vloer neergelegd, hoor. Hé, dat is wel ziek. Gewoon echt de vloer en heel veel aanrechtjes. Dat was dus mijn meubelstuk. Ja, ik ben hier geëindigd bij de keukendingen. Dus ja, ik heb allemaal aanrechten neergezet. En ja, er is wel verf op de muur gekomen. Wel hele lelijke, maar goed. Oh, het is erop gekomen. Ik ging de goede kant op, maar toen ja, ging het fout. En heb ik niet meer verf gedaan. Hier ook niet of zo, aan de binnenkant nog. Oh ja, hier zit ook nog wat verf volgens mij. Nou, al met al. Ja, jullie mogen stemmen of dit huis gelukt is of mislukt. Ja, ik denk dat we het allemaal wel weten wat de uitslag is. Dit huis is gewoon heel erg mislukt. Maar aan de ene kant, ik ben zo blij met dit ding. Hoe maak ik dit? Even serieus. Hek? Heb ik een hek gemaakt? Zat dat hierbij of zo? Waar heb ik dit gemaakt? Nou, weet je wat? Ik ga gewoon mijn eigen video dadelijk terugkijken. En dan ga ik gewoon kijken hoe ik dit heb gemaakt. Want dit vind ik echt cool. Ik heb geen idee hoe je dat zelf doet. Dus waarom ligt hier trouwens één stukje vloer? Geen idee. Maar oké, ja, challenge mislukt. Hopelijk vonden jullie deze video wel leuk. En wil je nou dat ik nog een keer iets doe in de Sims met een blinddoek op? Laat dan even weten wat jullie leuk zouden vinden om te zien. En, of heb je misschien een hele andere challenge? Dan mag je dat natuurlijk ook achterlaten in de reacties. En wie weet doe ik hem de volgende keer wel. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En als je het niet leuk vond, doe het dan nog steeds. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video.